en nacht, jongens. Ja. Oké, dan is het nu weer tijd voor de rubriek Dat kan ik ook, waarin u de beste fases op die TK kon naspelen. De laatste winnaar van een game van Electronic Arts is Karel de Klerk uit Melle. Hij maakte samen met enkele vrienden van voetbalploeg KVE Drongen een eigen versie van het praatprogramma Hotel Regina. Oh nee, help. Oh nee. Moet niet. Goedenavond kijkers en welkom bij Hotel Regina. Onze gasten voor vanavond, Pam van Elzen, Johan Boskamp, Luc de Vos en Gunter Schepens. Maar eerst een blokje reclame. En Gunter, uw derde en laatste test om echt een Zwitser te worden, zijn twee afkondoms drinken. Maar normaal drink ik niet, hè. Hey, kom, drink ze toch maar uit. Ah ja, Gunter, nu zit jij een echte Zwitser. Zeg Johan, wat vond jij de mooiste goed? Nou, deze van ons later werd wel heel mooi in het mandje gelegd. Ja, wij sluiten hier af. We gaan naar de bar waar Luc de Vos het afscheidsnummer brengt. Goedenavond. Goedenacht, vrienden. Ganse nacht heb ik spien. Was ik nu nog zagen hette, tussen hier als kijk mij zetten. Door een lastig glas in steen. Moeten we niet even bekomen zo? En even snel naar de broodvoerige boodschappen gaan? Jongens, uit Drongen, Hans is beledigd dat hij er niet Nee, ik ben heel tevreden, want... Nee. Ik zat er ook niet in voor de duidelijkheid. Toch wel, dat was jij. Moet er enige verwarring zijn? Nee. Ik zag een paar collega's van mij op de... Ja, Die bergen. Heb je al ooit in je leven een reclameblok aangekondigd? Ik zeg dan altijd tijd voor de broodnodige boodschap. Ah, wel, tijd voor de broodnodige boodschap. Maar we komen terug. Met de samenvatting en de uitslag van de wijnwedstrijd. Ah ja.